Voor de lats of de rugvleugel gaan we de close grip seated cable row doen. Maar de biceps, de achterkant van de schouder en de bovenrug doen ook bij deze oefening mee. We pakken het handvat met beide handen vast en zetten de voeten stevig in het platform. Nou, wat ik wil dat je doet is dat je een klein beetje voorovergeleund komt zitten in de startpositie. Dus trek de armen en de schouders helemaal uit om de rugspieren mooi op lengte te brengen. En vervolgens trek je de handen ongeveer naar de ribben toe om de rugspieren aan te spannen. Ik strek de armen en de schouders gecontroleerd weer uit om de spieren helemaal op lengte te brengen. En ik trek de handen naar de ribben toe. Let op dat je niet te veel momentum gaat gebruiken om het gewicht te verplaatsen. En dat je de armen bij elke repetitie helemaal uitstrekt om die spieren goed op lengte te brengen.